giftige wolk van Kwikdam boven Paramaribo. Minister Armand Achaibersing krijgt geen gouden handdruk. Een EBS-tarief omhoog, maar misstanden nog niet aangepakt. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 28 september 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Er hangt de giftige wolk van kwikdamp boven Paramaribo. Dat constateerden onderzoekers van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling en de Anton de Kom Universiteit. Ze keken naar het gehalte van de kwikdamp in en rond goudverwerkingsbedrijven in Paramaribo. De resultaten waren schokkend. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, stelt een norm van 5 tot 1000 nanogram kwikdamp per kubieke meter. In Paramaribo Noord werd tussen de 30.000 en 59.000 nanogram per vierkante meter gemeten. In het centrum van de stad was het een stuk erger, 56.000 tot 90.000 nanogram per kubieke meter. Voor de inwoners van Paramaribo is dit niks nieuws. Vergelijkbare uitkomsten werden al jaren eerder gemeld, zonder dat overheden optraden. In maart ontving de districtscommissaris van Paramaribo een petitie waarin burgers protesteerden tegen de komst van alweer een goudverwerkingsbedrijf in een woonwijk. In de stad zijn 27 goudbedrijven actief in woonwijken, met een vergunning van de overheid. Kwikdamp kan bij inademing de gezondheid ernstig aantasten. Bij langdurige blootstelling kan kwik zich opstapelen in de hersenen en het centrale zenuwstelsel aantasten. Minister Armand Achaibersing krijgt geen gouden handdruk van de overheid. Dat vertelde de bewindsman gistermiddag op een persconferentie. Zijn laatste actie als minister. Hij had zijn vertrek enkele maanden terug aangekondigd en wilde zelfs al veel eerder weg, nadat zijn kleinzoon op tragische wijze om het leven was gekomen. Bij zijn aantreden trof hij een volledig ontspoorde economie aan, vertelde hij gisteren. De COVID-pandemie, de watersnoodramp en de oorlog in Oost-Europa verergerden de situatie. Nu, aan de vooravond van zijn definitieve ontslag, zijn alle leningen bij lokale banken afgelost, het herstelplan is in uitvoering en er loopt een groot aantal projecten. Wie hem zal opvolgen is nog niet bekend. De collega's Albert Ramdin en Silvano Tsjongahin zijn door president Santokki aangewezen als respectievelijk eerste en tweede vervanger. Het bedrijfsleven en de vakbeweging zijn teleurgesteld in de regering. Er zijn veel misstanden geconstateerd bij de EBS, de NV Energiebedrijven Suriname. De afspraak was dat de regering die eerst zou aanpakken voor de energietarieven werden verhoogd. Ze constateren echter dat de regering de tarieven verhoogde zonder iets te doen aan de misstanden en zonder hen als sociale partner hiervan vooraf in kennis te stellen. Ze hebben de regering hierover aangeschreven. Afhankelijk van de reactie hierop zullen mogelijke acties volgen. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Heeft u nieuws voor ons? Stuur uw berichten met foto's en video's naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet u te abonneren. Een fijne dag verder en blijf vooral gezond.